Het voorjaar is begonnen en dat betekent voor de meeste mensen tijd om op te ruimen. En wij gaan vandaag eens kijken hoe dat hier aan toe gaat. Even lekker in het voorjaar. Alles aan kant. We hebben een schip. Ja, je weet wat op de stort is. Ja, van hout, hè? Dat gaat gewoon bij de hout. Maar het valt me wel op dat hier alleen maar mannen zijn, hoor. Ja? Ja, ik denk toch dat de vrouwen het dan uitzoeken en de mannen moeten het dan wegbrengen. Ja. Zeg maar, jij werkt als vrijwilliger. Vrijwilliger, ja. En wat doe je dan zoal? Nou, van alles, hè. Spulletjes aannemen. Ik was nou aan het prijzen. Hey, en wat is dan het meest bijzondere voorwerp wat hier is binnengekomen? Wat zo in je opkomt? Een urn. Echt waar? Ja. Dit kost €4,50. Ja. Dames en heren, €4,50. Een beetje tussen kunst en kitsch, hè? Ja. Beetje zo kijken of het ja. is meestal dan een kitsch. Maar... Ja, het is niet alleen de mensen die geen geld hebben die hier komen. Het zijn ook juist mensen die wel het geld hebben, maar die het opknappen van meubeltjes leuk vinden. Ja. Of het verzamelen van iets. Dus ja. En wat kost dit dan? Hier. Wow. €9,50. Geen geld. Joost, iets voor jou? Oude kleren. Oude kleren? En, dit zeker zijn van dochters die het niet meer aan hoeven. Ja, onder andere. En dit? En dus oude spullen die misschien niet bruikbaar zijn. Ja. En waarom breng je ze dan hier naartoe? Nou, misschien andere mensen daar gebruik van kunnen maken, hè? Kan helpen. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Nou, wat lief. Dat is familie, hè? Die help je. Familie moet je helpen. Ja, precies. Het is wel een klein beetje gevaarlijk natuurlijk. Want maar, wat zijn de risico's? Gezondheidsredenen, oplosmiddelen. Je kan je eigen prik aan een naaldje van diabetes bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die je dus op moet letten. En jij hebt nog zo'n ouderwetse emmer. Ja, echt oldschool deze. Heb ik toevallig net over gehad. Oké, nice. En wat zit er allemaal in of is het heel gevaarlijk? Nee, je mag kijken, want ik weet het eigenlijk. Wat voor een net, hè? Had je altijd toch iemand in zijn... In de emmer mag kijken. Even in de emmer mag kijken. Ah, ik ben altijd razend benieuwd of hij in zijn emmer heeft. Nee. Maar doe je dat altijd zo netjes? Nee, is eigenlijk de eerste keer, moet ik zeggen. En je wil undercover blijven of... ja, dat is natuurlijk ook best wel mooi weer. Ja, het is mooi weer inderdaad. Oh, heel goed. Dus kijk allemaal tegen de zon in, hè. Ja, dat moeten we ook niet hebben. Klopt. Nou, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Leuk. En succes allemaal. Komt goed. Oké.